Door het stijgen van het aantal dengue-gevallen in Suriname is door het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis geconstateerd dat zich nu de serotype 3 van dengue circuleert. John Codrington, hoofd van het lab van het AZP, bevestigde dit tegenover onze nieuwsdienst. Hij geeft aan dat de afgelopen jaren er meer type 1, 2 en 4 geconstateerd is in Suriname. Door de aanwezigheid van type 3 in ons land zegt Codrington dat Suriname alerter moet zijn om besmetting te voorkomen. Nou, dat is eigenlijk al toch wel zorgelijk, omdat dengue type 3 heel lang niet heeft gecirculeerd in Suriname. We hadden type 2, type 4 en een beetje type 1. En nu met type 3 kan het betekenen dat als het uit de hand gaat lopen, dat het wel ernstige klinische gevolgen, dus ernstige gevolgen voor de patiënt kan hebben. Dus als ik u dan goed begreep, als je een paar jaar terug ooit al eens dengue hebt gehad en u legde uit type 2, type 4, type 1 en nu word je ziek door type 3, dan kan je nog erger ziek worden. Dat klopt. Dus als je een nieuw type met een nieuw type geïnfecteerd wordt, dan je voorheen geïnfecteerd bent geweest, dan is het verloop wat ernstiger. Als je dus bijvoorbeeld met type 2 geïnfecteerd was en je zou nu weer type 2 hebben, dan is de kans dat je niet eens merkt dat je dengue krijgt. Dus tot nu toe hebben we alleen dengue type 3 kunnen vaststellen. Nou, dat is eigenlijk al. Codrington geeft verder aan dat zij nu verder zullen monitoren om te zien als het alleen gaat om serotype 3. Er wordt ook in de regio gekeken als er ook gevallen zijn van dengue om te kunnen vergelijken. Of was het even een kleine toename van type 3. Maar het ziet er naar uit. De verwachtingen zijn dat we dus met type 3, ook omdat in de regio Brazilië, we hebben gecheckt met Frans Guyana, Instituut Pasteur. En ook daar in Frans Guyana is het voornamelijk type 3. Dus we mogen een beetje ons borstnet maken dat we een verspreiding gaan krijgen van dengue type 3 in Suriname. Bij welke aantallen kan men praten over een uitbraak van een epidemie? Nou, een epidemie is eigenlijk niets anders dan een extreme toename. Wat je dus nu ziet is dat het begint. Je ziet dus, als je het vergelijkt met een paar maanden terug, dat je bijna geen patiënten waarvan de dokter dacht van is dit dengue. En we zien nu wekelijks een toename. En om te zeggen van ja, wanneer is het nou nu een epidemie? Ik denk wanneer je, er zijn geen exacte cijfers, maar er is wel een berekening die men erop loslaat om te zeggen als het boven zoveel procent aan het stijgen is, dan zitten we in een epidemische fase. Codrington dringt erop aan dat de samenleving waterhoudende voorwerpen of afdekt of opruimt om te voorkomen dat de muskieten kans krijgen om eieren te leggen en verder te broeden.